Goedemiddag. Goedemiddag, dames en heren. En welkom bij de NRC Leesclub. En die gaat dit jaar over een boek dat u ongetwijfeld allemaal hebt gelezen. Was het niet op de middelbare school, dan was het wel vorige week. Oeh, van Helle Hazen. Ik heb het gisteravond opnieuw gelezen. Voor het eerst sinds 40, 45 jaar. Het is vreselijk. En ik was er eigenlijk heel erg van onder de indruk. Ga ik eerst even de gasten water inschenken, dat hoort altijd zo. We spreken over het boek met Clarice Gargaert, columniste van NRC, soms heel uitgesproken. U moest dus weten wat voor woedende mails er van lezers binnenkomen als zij iets heeft geschreven waarvan je op het eerste gezicht denkt, waarom maakt u zich zo druk? Maar mensen gaan soms behoorlijk tekeer tegen je. Ja, klopt. En het is van beschaafd onbeschoft tot ronduit onbeschoft vaak. En ja, soms kun je ook wel weer van mening verschillen, maar je kunt als columniste nooit antwoorden op al die ingezonden mail. Dat is natuurlijk jammer. En een dekwit heeft, en Clarice, dat moet ik ook nog zeggen, heeft een prachtig boek over haar leven en over haar vader geschreven, die in Liberia, het land waar ze vandaan komt, adviseur van de plaatselijke dictator was. Drakendochter. Ik raad het u allen aan. En Dekwits heeft ook een boek geschreven, een poëziebundel, verschenen bij de nieuwe uitgeverij Pluim. En dat is in feite een, ja, wat zal ik zeggen, misschien wel een episch gedicht kun je het noemen, over haar grootmoeder, over haar achtergrond in Nederlands-Indië. Ik wist het allemaal niet, totdat ik erover las. Zij is eigenlijk een soort, een Hella Hazen na de decolonisatie, zullen we maar zeggen. Nou, ik weet niet de bedoeling van vanmiddag is dat nee, het is gewoon leuk. Dat beiden gaan vertellen wat zij van het boek vonden. Ja. En daarna mag u zich ermee gaan bemoeien. En dan hoop ik dat u zich beleefde, doch kritische termen over hetgeen zij zullen zeggen, zult uitlaten. En u moet niet schromen, want het is meestal zo dat er eerst een half uur lang niemand zijn vinger op durft te steken, maar het is helemaal niet erg. De meest uiteenlopende opmerkingen kunnen waardevol zijn voor ons allen. En ik heb begrepen dat ook de biograaf van Hella Hazen hier in de zaal zit, dus die moet natuurlijk van u allen weten hoe u tegenover deze schrijfster staat en tegenover deze dames. De boze mails mogen naar NRC. De boze mails mogen naar NRC en die worden dan niet door mij beantwoord. Zoals het heet, over ingezonde brieven wordt niet gecorrespondeerd. En Clarice, ik geef jou het woord. Jij kwam het laatste binnen, het grote haast uit Amsterdam. Ja, ik vond het. Ik heb Oeroe gelezen toen ik op de middelbare school zat, denk ik. Ik denk dat ik dat niet per se omdat hij op de boekenlijst stond, maar ik denk dat ik er zelf op zat in de bibliotheek. En ik las het in één adem uit en ik vond het erg indrukwekkend. En nu heb ik hem opnieuw gelezen en ik vind hem nog steeds heel erg indrukwekkend. En ik vond het een beetje een moeilijke opdracht, omdat ik dacht, want de vraag was, zouden we nu anders kijken naar dit boek vanuit een soort van decoloniaal perspectief? En ik vond het een lastige opdracht, omdat ik dacht, met dit boek valt het best wel mee met hoe erg het koloniaal denken erin verweven is. Althans, het is niet bij sommige boeken, en vooral ook heel veel stripboeken, bijvoorbeeld Nederlandse, is het heel duidelijk, heel uitgesproken, heel, heel zichtbaar, bijna tastbaar. En bij dit boek juist niet, ook omdat het koloniale perspectief functioneel is. Het is onderdeel van het boek. En de auteur wil juist hiermee een soort kritische blik werpen op de relatie Nederland-Indië en zo'n Nederlandse jongen en Oeroeg, die dan een vriendschap hebben die eigenlijk niet in balans is. Dus ik vind dat het boek zelf al heel kritisch is over de verhoudingen en de ongelijke, zeg maar, vriendschap. Maar toen ging ik er beter over nadenken. En toen dacht ik, het is eigenlijk de dingen die je erin terugziet, waarvan ik denk, dat zou ik nu anders doen, zijn heel subtiel. En dat is heel tekenend, want dat is het koloniaal verleden. Het is niet alsof je, op straat loopt en je denkt, daar loopt het koloniaal verleden, daar loop ik tegenaan. Het zit in, ja,
Weet je, dat, zo werkt dat niet. Zo werkt dat überhaupt niet met het verleden. Het zit in hele kleine dingen. Het is heel subtiel. En het is juist verweven in het dagelijks leven en in de samenleving op zo'n manier dat het een natuurlijk onderdeel ervan wordt. Totdat je er anders naar gaat kijken. En dat is met dit boek ook. Dat, het, dat er hele subtiele dingen in zitten waarvan ik denk dat je er nu anders naar zou kijken. Bijvoorbeeld alleen al het feit dat Oerig heel weinig zegt. Hij spreekt bijna niet. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar hij zegt bijna niks. En dit boek gaat over een vriendschap tussen twee jongens en een van die jongens zegt niets. Ja, en dat zegt heel veel, denk ik, over de verhoudingen. Die ook nu nog heel erg aanwezig zijn. Over wiens stem is belangrijk, wiens perspectief is belangrijk en wiens stem hoor je en zie je overal terug. En dat is niet die van Oerig. En hij zegt wel een paar dingen af en toe, maar dan is het bevestigend vanuit. Dus eigenlijk wordt zijn personage gecreëerd door het hoofdpersonage. We weten eigenlijk niet wie Oerig is. We hebben geen idee wat hij vindt, wat hij voelt, wat hij wil. We weten alleen wat het hoofdpersonage denkt dat het is, het witte hoofdpersonage. En daarmee, daardoor wordt hij eigenlijk, is hij het decor van het leven van het hoofdpersonage. Hij zelf is niet, hij wordt geobjectificeerd eigenlijk. En ik denk dat wat Helle Haas heel goed doet, is dat ze dat soms benadrukt. Maar ergens denk ik dat het er ook ingeslopen is. Voor mij, terwijl ik dit boek las, toen ik jonger was, ik kan niet zeggen dat ik er toen heel kritisch over nadacht. Omdat ik was jong en ik vond het gewoon heel indrukwekkend geschreven. Het is een heel mooi boek. Maar ik weet wel dat ik ergens meer affiniteit had met Oerig. Bijvoorbeeld, mag ik een stukje? Zeker, zeker. Ja. Aantekeningen gemaakt. Maar er waren wat momenten dat ik dacht, oh ja, dat herken ik wel. En dat is grappig, want daar werd verder niet echt dieper op ingegaan. En je weet dus niet, omdat de Oerig niet spreekt, weet je niet wat hij er zelf van vond of hoe hij zich erover voelde. Even kijken waar dat is hoor. Dat gaat over toen. Oh ja, hier. Heb je? Ik heb hem. Ik zit even te kijken waar ik moet beginnen. Ik was boos en teleurgesteld omdat Oerig niet aan deze maaltijd uitgenodigd was. Te meer omdat ik er met hem over gesproken had, als was het vanzelfsprekend dat hij er ook bij zou zijn. Oerig scheen het zich niet aan te trekken. Terwijl wij zaten te eten, dus de klasgenootjes, witte klasgenootjes die welkom waren op de verjaardag en Oerig niet, omdat, obvious reasons. Terwijl wij zaten te eten, zag ik hem naar ons kijken vanuit de tuin. Na tafel nam mijn vader mij en mijn gasten mee naar de fabriek en gaf leerzame uitleg van wat daar te zien viel. Voor de rest van de middag werden wij de tuin ingestuurd om onszelf te vermaken. Oerig sloot zich bij ons aan. Tijdens deze gezamenlijke spelletjes werd ik me voor het eerst in mijn leven ten volle bewust van het feit dat Oerig in de ogen van anderen een inlander was. En niet een inlander zoals Harsono Kusuma Sujana, die bij ons in de klas zat en wiens vader regent was, maar een Desa-jongen. De zoon van de ondergeschikte van de onderneming. Het verschil was er in de lichte commandotoon die mijn gasten tegen Oerig bezigde in het gebiedend Ayo. Waarmee zij hem in het spel tot opschieten aanmaanden. Maar wat mij een kleur van ergernis deed krijgen, scheen Oerig nauwelijks te raken. Slechts eenmaal zag ik zijn zijdelingse, als het ware naar binnengekeerde blik en een haast onmerkbaar verstrakken van zijn gezicht en houding, toen een van mijn klasgenoten zich, waarschijnlijk meer uit baldadigheid dan met boosaardige bedoeling, een lelijk Soedanees geldwoord aan Oerigs adres liet ontvallen. Na dit incident trok Oerig zich geleidelijk terug. Gedurende de rest van de middag vergenoegde hij zich ermee zittend op de balustrade van de achtergalerij naar ons te kijken.
Toen ik 's avonds na het wegbrengen van mijn gasten terugkwam, vond ik hem nergens. Het was de eerste maal dat ik niet wist waar hij was of wat hij deed. Hij is op afstand. Ja. Oeroeg. Ja. Hoe zie jij die hele koloniale verhoudingen? Want je hebt natuurlijk, als je het leest, en ik vond dat Hazen prachtig die natuur beschrijft. Ja. En ik denk dan altijd, ik heb wat gemist. Ja. In die tijd. Ik dacht toch ook wel bestuursambtenaar willen zijn in zo'n mooi wit pak. En dan op zo'n bootje die eilanden afvaren, zoals A. Albers het altijd zo mooi beschrijft. In de eilanden. Kun jij je er iets bij voorstellen? Je bent van een veel latere generatie. Ja. Je hebt een heel andere cultuur achter je staan. Hè, blijkt uit de Drakendochter. Zie jij, en dat geldt natuurlijk ook voor jou straks. Jullie kennen die wereld uit verhalen. Ik trouwens ook. Maar het is voor mij nog iets dichterbij als eind vijftiger. Dat ik me nog net de politionele acties kan herinneren, bij wijze van spreken, terwijl die 13 jaar voor mijn geboorte plaatsvonden. Nou, hoe is dat voor jou? Nou, waarom ik dit stuk had gekozen, is omdat ik me hier juist heel erg kon inleven in Oeroeg. Dat ik dacht, oh, ik weet hoe hij zich voelt. Ik weet precies hoe hij zich voelt. En daar wordt verder niet op ingegaan. Omschrijf dat nog eens. Hoe voelt hij zich? Denk ik, omdat ik het natuurlijk zelf ook meemaak. Als je niet onderdeel bent van de dominante groep, als je in een witte omgeving bent en je wordt als minder gezien. En dat wordt benadrukt en je wordt zo aangesproken. En ik denk dat elk mens zich wel kan bedenken hoe het voelt om als minder waardig behandeld te worden. Simpelweg vanwege wie je bent of hoe je eruit ziet. Maar ik denk wel dat het lastig is om te weten hoe dat voelt als je niet een andere huidskleur hebt. Dan heb je die ervaring gewoon niet. Zoals ik niet de pijn weet van hoe het is om een kind te verliezen bijvoorbeeld. Ik bedoel, we hebben allemaal met pijn te maken. Maar je hebt een specifieke pijn die op een bepaalde manier raakt. Die je niet kan herkennen of kan kennen als jij die niet ervaart. En dat is ook, weet je, bij deze passage. Dat ik me heel erg kan inleven in hem. Terwijl het eigenlijk niet over hem gaat. En ik vind het ook interessant dat er dan gezegd wordt dat het een niet slecht bedoelde scheldwoord is. Zoiets wordt er gezegd. Dat het dus ook gebagatelliseerd wordt. Terwijl woorden, als je het hebt over decoloniseren, hebben het ook over woorden. Wat die betekenen, wat die doen. En hoe die naleven. En hoe die ervoor zorgen dat die ongelijke verhoudingen eigenlijk in stand worden gehouden. Wat betreft je vraag. Ik vond het dus als kind of als tiener heel mooi, heel fijn om te lezen over de natuur. En het is natuurlijk heel beeldend. Dus je krijgt bijna het gevoel alsof je jezelf in die omgeving begeeft. En ik denk terugkijkend dat ik wel wat context mis. Ik denk als je heel jong bent en je leest dit, dat je wel voelt dat er iets schuurt. Maar omdat je de context niet kent, dat je het niet helemaal kunt plaatsen. En ik denk dat ik zou niet zeggen dat dit een fout boek is. Ik hou sowieso niet van dat, zeg maar, goed fout hoekjes denken. Wat voor boek? Een? Fout. Fout boek, ja. Maar wel dat het meer context kan gebruiken. Over Nederlands-Indië, over wat daar gebeurde, wat er gebeurd is. En dat inlanders ook meer een stem zouden kunnen krijgen. Want dan als je dat leest als tiener, weet je ook waar je dat moet plaatsen. En ik had dat met mijn eigen boek ook heel erg, dat ik... Ik denk dat je de geschiedenis niet kunt begrijpen, de verhalen van de geschiedenis niet helemaal kunt begrijpen, als je de geschiedenis niet kent en de context ervan niet uitgelegd wordt. Dus dat zou mijn soort van bijsluiter zijn bij dit boek, dat het meer gecontextualiseerd wordt. En ook het koloniaal verleden, dat meer context nodig heeft. Want je ziet het in debatten, discussies over het koloniaal verleden, over slavernij, dat iedereen wel weet wat er is gebeurd en iedereen vindt het verschrikkelijk, maar eigenlijk begrijpen we het niet echt. En dat komt omdat er geen context wordt gegeven. Wat ik hier ook heel erg tegenkwam, was dat nobele wilde trope, zeg maar, dat het heel erg geromantiseerd wordt. Nederlands-Indië wordt geromantiseerd. De natuur wordt heel erg ongerept, omschreven als soort van een paradijselijk. De mensen worden neergezet als soort van simpele, maar nobele zielen. Dat zijn stereotypen. En het is niet fout of verkeerd, zou ik zeggen. Schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie zegt dat ook.
the problem with stereotypes is not that they're wrong, it's that they're incomplete. Mm-hmm. En ik denk dat als je tot een groep behoort of een land dat altijd op een bepaalde stereotype manier vertegenwoordigd wordt, dat je als auteur of maker of artiest altijd moet nadenken over, als je over zo'n land of groep wil schrijven, draag ik daaraan bij of niet? En wat is mijn positionering daarin? Je ziet, eigenlijk zijn die ouders van de verteller zijn buitengewoon vriendelijke mensen. Het zijn die vader is administrateur op een plantage. Ja. Niet zo'n goede vader, met zijn werk bezig en later wordt er door zijn vrouw verlaten. Ja. Noem maar op. En je ziet heel duidelijk dat ze hebben dan de vader van Oeroch, die werkt ook op die plantage. En die is echt de bediende. En die komt dan op een gegeven moment bij dat zwem. Als ze gaan zwemmen op dat vlot, komt die man om het leven. Ja. En eigenlijk wordt het gedaan alsof de televisiestuk is. Ja. Die man die verdwijnt ineens. En zo erg is het ook niet. Maar er is dan toch een zeker verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Dat ze zeggen, nou die Oeroch, die is wel slim. Die mag wel naar de Mulo. Ja. Althans, dat is het hoogste wat voor hem weggelegd is. En daar zit iets van, ja, zo'n jongen, laat hem maar komen. Ja. Maar niet te ver graag. Niet te ver, precies. Nu herinner ik me uit een boek van Geert Mak, De Eeuw van Mijn Vader. Diens vader of grootvader was dominee in Nederlands-Indië. En die had het altijd over de inlanders, zoals het eigenlijk vreemd onaangenaam klinkt. Zei hij altijd, die werden als een soort dieren gezien. Die werden helemaal niet als mensen behandeld. Dat heb ik bij Oeroch. Kom ik dat in dit boekje helemaal niet tegen? Nee. Ja. Juist wel. Ja, jij vindt het wel. Absoluut. Oh, dat is goed. Okay. Ja, ben ik te verstaan? Ja. Nou, weet je, dat vind ik het verontrustende. Op een gegeven moment krijgen Oeroch en de nameloze hoofdpersoon, die krijgen een vriend, Gerard Stokman. Dat is een soort, houdt het midden tussen een jachtbuddy en een gouvernante eigenlijk. Oh ja. En daar gaan ze lekker mee de bush in. En op een zeker moment vraagt de ik-persoon aan Gerard van, ja, is Oeroch anders dan ik, weet je wel. Hij zei, ja, jullie zijn vrienden, ze zijn gelijkwaardig, maar een panter is anders dan een aap. En die vergelijking vond ik zo ontzettend lelijk. Want als je kijkt naar de Indonesische mythologie en als je kijkt naar de westerse connotatie, een panter heeft toch wat positievere connotatie, weliswaar een roofdier, maar ook een koeldier, een stoerdier, dan een aap. En toen ik het boek las, was ik eigenlijk geschokt door hoe ontzettend veel nare beelden er werden gebruikt om Oeroch te beschrijven. En ook, dus dat hele dierlijke en het degraderen. En kijk, het heeft natuurlijk ook een zeker politieke functie. Want als je zegt dat iemand dierlijk is, nee, hoe gaan wij tegenwoordig met dieren om? Die overheers je. Die zet je in een wei, die leid je in bepaalde baan. Dat recht heb je. Dat je dat heel erg, heel erg. Oh, yes. Dus daar was ik echt geschokt over. Terwijl die Gerard overkomt als een socialist. Hè? Dat is, die drinkt niet, die niet aan hoeren lopen. die zit thuis. Wat is er mis met hoeren lopen, Michel? Oh ja, want nee, maar dat is een echte socialist. Multatuli was daar tegen. Oh, oké. Ja, maar die Gerard Stokman dus. Ja, soort Indiana Jones. Hè? Jullie hebben het boek allemaal gelezen. Ja. Dus die fixte daar allemaal wel. Maar die heeft ook op een gegeven moment heeft een coolie. Die heeft een sjouwjongen. Ja, maar dat vond ik ook. Dat soort termen, weet je, dat zou je nu niet zo. Daar kom je nu niet mee weg. Nee. Maar ook wat er impliciet over die coolie, over die jongen wordt gezegd. Op een gegeven moment zegt Gerard, dan geven ze het woord aan die jongen, aan die Javaanse jongen, die kan zo goed verhalen vertellen. Ja, dus ja. Oeroch en de ik-persoon, die spitsen hun oortjes. En dan zegt Hazen, ja, Stokman zat erbij, alsof hij de impresario was van de coolie. En dan denk ik van, een impresario, dat betekent dat je een winstoogmerk hebt. En haast alsof je iemand als een soort, nou, aap op een podium een kunstje laat doen. Het is zo denigerend. En over deze Stokman, want dat is denk ik vanuit koloniaal perspectief een heel interessant personage. Zo wit als een pak yoghurt, maar tegelijkertijd houdt hij van jagen. Hij spreekt perfect Soendanees. Hij is eigenlijk helemaal geïntrigeerd. Vast wel, maar ook geïntegreerd, lieve mensen, in die toenmalige samenleving en in die Javaanse cultuur. En tegelijkertijd is hij passief. Hij doet helemaal niks. Hij is in zijn eentje, hij spreekt zich niet uit. Hij doet verder ook niks om de omstandigheden van die coolie te verbedigen. Hij staat eigenlijk buiten de samenleving. En hij maskeert, vind ik ook, een beetje de koloniale problematiek die er is, door tegen die hoofdpersoon te zeggen, of het is misschien blindheid, dat weet je natuurlijk zelf niet, maar door er niet verder op in te gaan. En dat vind ik impliciet
licht problematisch. Want Hazen presenteert deze Stockman wel als een soort cool guy. Ja. Als een soort held. Ja. Dus dat vond ik echt bezwaarlijk. En, ik had dat ook, die kleurenblindheid die hij propageert. Ja. Is natuurlijk iets wat je nu ook hoort. Oh, ja. Nou, ik zie geen kleur. Terwijl, kom op, ik bedoel, inmiddels moeten we dat punt voorbij zijn waarin we weten dat het er wel degelijk toe doet wie je bent en hoe je eruit ziet en wat voor kleur je hebt. Ja. En dus dat, ik heb dat ook gemarkeerd, want dat is ook mij ook bijgebleven, dat gesprek. Ja. Ja, dat vond ik heel heftig. En ik ben, misschien zal ik nog een beetje vertellen wat mijn crush op Hella Hazen is, want ik zat ook op de middelbare school toen ik het boek voor het eerst las. En ik was helemaal swept away. Ja, ik zat ook echt in die Dessa en ik zat van liaan naar liaan te slingeren met Hella Hazen op mijn rug. En jaren later herlas ik het tijdens mijn studie. En ik was toen al veel minder gecharmeerd. Ik heb altijd ook in de... ik kom zelf, misschien is het handig om mijn achtergrond te vertellen. Mijn grootouders van moederskamp, die zijn geboren en getogen op Java. Die hebben de oorlog als twintigers meegemaakt. Die hebben in een Japans interneringskamp gezeten. En Nederlands-Indië is voor mij, natuurlijk als derde generatie, allereerst in verhalende vorm overgebracht. En precies de manier waarop Haas het beschrijft, dus die enorme aandacht aan de kleurlokaal. Weet je, hoe ruikt het? Ja. Hoe is de hitte? Wanneer is het klam? Dat heb ik ook van huis uit enorm meegekregen. En dit boek, toen ik het voor de tweede keer las, doorbrak het sprookje eigenlijk. Op meerdere manieren. Niet alleen is de hoofdpersoon buitengewoon passief, als het gaat om te helpen. Het is ook problematisch als je alleen naar de openingsregel kijkt. Het begint met Oeroeg was mijn vriend. Ja. En ze staan, mijn vriendschap, heb je gelijkwaardigheid nodig. Mm-hmm. Heb je een interesse in de ander nodig. En in dit boek stapelen de aannames over Oeroeg, die stapelen zich op en worden gepresenteerd als feiten. Ja. Terwijl wanneer de hoofdpersoon over Lida, dat is dan een ander wit personage, dus die dat een beetje zich als adoptiemoeder opwerpt van Oeroeg, daar zegt hij alleen maar over, het zijn slechts aannames die ik over haar heb. Oftewel, over een zwart persoon mag je harde uitspraken doen. En over een wit persoon heb je nog altijd de ruimte voor die persoon, dat hij zelf nog kan zeggen, dit en dit is zo. En wat ik heel... En het valt eigenlijk in staat, als je dit boek leest, met in hoeverre je mee wil gaan of wil geloven. En dat is destijds dan ook al bij de publicatie een probleem geweest, of Hella Hazen een statement wilde maken. Ja. Of niet? Ja, dat vraag ik me dus af. Ja. Maar ze heeft wel later gezegd dat ze überhaupt Nederlands-Indië geromantiseerd heeft. En dat ze zich eigenlijk... dat zij... Als ik hem weer aan het opeten. Ja. dat zij eigenlijk helemaal niet meedeed in die samenleving of daarin geïntegreerd was, maar weet je, er soort van langs leefde. Dus dat ze zich wel bewust was van uiteindelijk, ik denk, wel na het schrijven van Oeroeg, denk niet dat dat, maar dat ze zo reflecterend zich wel bewust was van haar positie, of werd in ieder geval. Maar ik weet niet of dat zo is terwijl ze dit schreef. Ik denk het niet, om heel eerlijk te zijn. Ja, dat vond ik dus lastig om te beoordelen. Maar nogmaals, kijk, dan begeven we ons in een discussie die echt eigenlijk al meteen bij het uitkomen van Oeroeg in 1948 werd opgeroepen. Ja. Hoe werd er toen op gereageerd? Nou, kijk, het is eigenlijk interessant. Want de politionele acties waren in volle bloei. Zijn in volle gang. Zeggen. Het was heftige discussie in Nederland. Zeer heftige discussie. Het boek is destijds door het CPNB, was een wedstrijd uitgeschreven van jongens, we zoeken een boekenweekgeschenk, stuur anoniem je inzendingen in. Dit is het geworden. Je zou kunnen zeggen dat het ook een politiek doel diende, want eigenlijk zou je ook Oeroeg als een grote metafoor kunnen zien. De ik-persoon staat voor Nederland, onschuldig, opgegroeid, eigenlijk geen idee. Ook ergens zegt de hoofdzoon ook, Oeroeg en ik werden uit elkaar gedreven door krachten buiten ons. Dat is ook weer die hele passiviteit. Het lot overkomt je, in plaats van dat je ook iets kan doen. En Chani Robinson, groot Indonesisch schrijver, Indisch schrijver ook, die zei meteen van ja, Hella Hazen, koekoek, dit boek is helemaal fout. Ja. Je mag niet het woord nemen over een Javaanse jongen. En je mag ook het woord niet nemen over mannen, dat is ook lelijk. Want je hebt geen agency. En dan hebben mensen die daar weer boos over werden, ja, Charlie Robinson was Indo, dat is ook nog weer heel anders. Dus je zei weer dat Charlie Robinson er niks over mocht zeggen. Dus er werd heel erg een soort van ruzie tussen wie wel iets mag zeggen en wie niet. En Hella Hazen heeft later in Zelfportret in Legkaart, zeg ik dat goed? Ik ben een beetje verkouden. Klopt dat?
als legkaart. Dus allerlei triumfs die ik ergens hoor. Okay. heeft ze ook gezegd van ja, de Indische mens was eigenlijk, besef ik steeds meer, de boek is uit 1954, meer een decor ja. voor mij geweest. Dat vind ik heel moedig om dat te erkennen. Ja. Maar dat idee heb ik soms ook. Het is een decorstuk. Ja. En die passiviteit, en ook de passiviteit, het is eigenlijk een ramp van verschillende passieve houdingen en zo. En wat ironisch is, want op een gegeven moment wordt Oeroch, die wordt activistisch, die wordt bewust, die gaat zich ook inzetten. En zelfs in die passages blijft Hazen hem benadrukken als een passief iemand. Ik vind het ook heel stereotyp, de manier, zijn ontwikkeling wordt ook op een stereotyperende manier neergezet. Als de inlander die eerst worstelt met zijn eigen, eerst geen identiteit heeft, dus heel passief is, en dan op een gegeven moment worstelt met zijn identiteit en meer soort van proximity to whiteness zoekt, zoals dat heet. Dat die dan zich door zich anders te kleden, westers te kleden, anders te spreken, zich anders te gedragen, acceptatie zoekt. Mm-hmm. En vervolgens dan gaat radicaliseren en zich gaat verzetten tegen de koloniale macht. En gedurende dit, want je volgt hem vanaf een jaar of hoe oud zijn ze? 6? Nou, vanaf 0 eigenlijk, als ze in die buik zitten. Ja. En, ja. Ja, het begint bij 6, tussen 6 en 17. Ja, precies. Dus, zijn hele bestaan is heel politiek eigenlijk, maar wel passief. Hè? Hij is niet een mens, hij is geen persoon. Dus wat vindt hij leuk om te doen? Wie is hij? Waar houdt hij van om te eten? Heeft hij partners of niet? Dus gewoon dingen die een mensenleven tekenen, of zelfs de gedachten daarover, die komen daar niet in voor. Dus ik vind dat die heel vlak geschreven is eigenlijk. En heel zelfs op een moment dat hij wat kritischer wordt, dat dat ook stereotype is. Want hij wordt niet als een mens, als een persoon neergezet. Precies, precies. Maar hij wordt wel een paar keer worden zijn liefhebberijen worden genoemd. Ja. Maar dan is het inderdaad, dan wordt het ingezet om hem een stereotype te laten zijn. Want waar ik dus heel erg ik heb ook what the fuck in de kantlijn gezet. dan vertelt ik persoon op een gegeven moment wat de liefhebberijen zijn van hem en Oeroch. En dan staat er dit. Het meest vermaakte Oeroch zich met gevechten tussen twee beesten van verschillende soort. Dat is ook alweer lekker op metaniveau tussen Nederland en Indonesië. Hij bracht padden om hun krachten te meten met rivier en landkrabben. Hitste vogelspin tegen salamander, wesp tegen waterjuffer. Misschien is het te ver gezocht om hier van vreedheid te spreken. Oeroch was niet vreed, en nou komt het. Hem ontbrak alleen het gevoel dat een westeling vaak een dier doet sparen en eerbiedigen uit halfbewust verwantschapsbesef. En dan denk ik van ja, alsof de westeling een soort van ingebakken vorm van ethiek heeft. En empathie. Wat zeg je, Adriaan van Dis? Kijk naar onze varkensstallen. Ja, kijk naar onze varkensstallen. Ja, ja. Ja, inderdaad. Maar hier wordt dus ook een soort vreedheid, weet je wel. En telkens wanneer Oeroch hier wordt weggezet als dierlijker, is het een argument voor overheersing. En het heftige is, en dat is ook vaker in de receptie van dit boek opgemerkt, aan de ene kant is ze heel open. Hè? Ze laat de ik-persoon twijfelen. Ja. Ze zegt ook, kijk, die ik is heel erg met Oeroch verknocht. Dus daar zou je een anti-koloniale houding uit kunnen spreken. Aan de andere kant is Oeroch alleen maar een jeugdsentimentbeeld voor de ik-persoon. En het is ook een jongensliefde. Het is een totale bromance. Ja. Maar ik denk dat het heel typisch bromance is juist voor die verhouding, voor die koloniale verhouding. Die je hier nu ook nog ziet. Dus dat er mensen zeggen, ik kan niet racistisch zijn, of dit kan niet racistisch zijn, want mijn beste vriend is zwart, of wat dan ook. Ja. Dus zo wordt Oeroch ook een beetje opgevoerd als er van een excuus of een reden waarom hij niet koloniaal zou kunnen zijn. Want hij verzandt niet in dat zwart-wit denken, want hij ziet Oeroch toch als een gelijke, zonder zich bewust te zijn van zijn eigen vooroordelen. Verhoudingen die niet die te maken hebben met hun sociaal, politieke en economische positie. En dat is heel gemakkelijk. En dat is heel geprivilegeerd eigenlijk, als je het privilege hebt, de luxe hebt, om daar buiten te leven. En dat heeft het hoofdpersonage heel erg. En ik vind het ook jammer dat hij zich op een gegeven moment daar niet eens bewust van wordt. Hij blijft maar een soort van naïef tot aan het einde. Zelfs zo erg dat hij zichzelf als slachtoffer neerzet, omdat hij dan aangevallen zou worden door Oeroch en zijn radicale kameraden, zeg maar. En ik vind het tekenend,
omdat het ook nu nog steeds ook in het publieke debat, zeg maar, en in de samenleving dezelfde mechanismen gereproduceerd worden. Een bepaalde mate van witte onschuld. Ja, ik... Het staat er bol van, hè? Ja. 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 Kun je dat Hella Hazen in 1948 kwalijk nemen? Ja, absoluut, nee. je kan het boek eerder zien als een tijdsdocument waarin blijkt hoe het voor de mensen die daar vandaan kwamen, hoe moeilijk dat was. Die morele spagaat. Ze was natuurlijk jong toen ze daar, 18 geloof ik, toen ze naar Nederland ging om te studeren. Ik weet niet of het hier om kwalijk nemen gaat, al is dat in de receptie van haar werk wel gedaan. En ze hebben vooral geroepen dat ze geen Indische schrijfster was, want ze maakte deel uit van de bovenklasse. Ze genoot privileges en zo. En ze bevond zich eigenlijk in een Europees vacuüm, wat het toch ook vaak was. En je leefde in een, ik bedoel, mijn grootouders, die aten gewoon elke dag hutspot, boerenkool, weet je wel. Die zelden kado. Dus ik weet niet of je haar wat op een verwijt kan maken. Wat ik wel heel interessant eraan vind, is dat je ziet, want het boek was heel populair in Nederland. Hè. Je had criticasters, maar die groep was relatief klein. En ook dat het opnieuw werd gekozen bij de Nederland Leest campagne in, ik meen, 2009. Dus het heeft heel veel vaak vertaald, toch? Heel veel vertaald. Ja. En ik weet niet of je het moet hebben over schuldvragen. Ik denk dat het interessanter is om te gaan kijken naar in hoeverre dit boek bepaald is geweest, hoe wij denken over Nederlandse Indië. Want het geeft eigenlijk ook het verzacht, het koloniaal verleden, als iets wat de mensen die daar werden geboren, de witte mensen waarmee werden opgezadeld. En de heimwee ook naar het land, hoe erg je met de natuur je verbonden weet en dat je daarom het ook als je thuisland mag beschouwen. Dat lijkt ook haast een soort van morele gum te zijn waarmee je ten koste van wie je die positie had, kan uitvlakken. Ja. Ja, maar wat mij altijd opvalt is, ik heb onlangs die prachtige serie van Koen Verbraak gezien, Onze Jongens op Java. Ah, ja. Dan zijn er mannen van eind 80, begin 90, die eindelijk hun mond open doen over wat er tijdens die politionele acties is gebeurd. Ja. Dat het gewoon een ordinaire oorlog was, waarin gemarteld, verkracht en noem maar op werd. En dat het zo zwaar beladen is. Kijk, die Duitsers hebben na de Tweede Wereldoorlog die vergangenheidsbewältigung gehad. Ook als in de jaren 60 dat ze werden geconfronteerd met hun verleden. Mm-hmm. En dus ze schamen, als je het woord antisemitisme roept, dan staat iedereen te stuiteren. Maar wij hebben in Nederland toch nog altijd dat het pijnlijk is. Af en toe komt er iets boven water. Laatst was Tom Hofman, die een prachtig boek over Indië heeft geschreven, dat je gewoon ziet dat er galeislaven in mijnen werkten en dat het mensen onwaardige omstandigheden waren. Nu pas, 2019, hoor je zoiets. Het heeft toch wel iets heel merkwaardigs voor het zo liberale, openhartige Nederland. Ja. Ik denk dat je dat wel moet behouden, wil je dat beeld in stand blijven houden, zeg maar. Dat dus, dan kan alles wat dat tegenspreekt, dat beeld van tolerante, liberale Nederland, dat wordt verworpen. En ik denk dat dat ook de reactie is. Als je heel lang verteld is dat jij een bepaald soort persoon bent of een bepaald soort land, is alle informatie die dat weerlegt, niet welkom. Mm-hmm. En ik denk ook omdat wat daarbij meespeelt, is het idee dat als je dat zou verwelkomen, dat dat iets zou zeggen over wie jij bent. En dat is een misvatting, denk ik. Ik denk dat we allemaal slachtoffer zijn van het verleden en van omstandigheden. Maar dat we wel een bewuste keuze kunnen maken in hoe gaan we daarmee om en hoe herinneren we het ons. En ik ben zelf ook niet zo geïnteresseerd in de schuldvraag, ook omdat, wat heb je eraan? Maar wel in het recht trekken ervan, van dat koloniaal verleden. En ik, volgens mij, Mukoma, die de openingslezing gaf hier, die had het over decoloniale rechtvaardigheid eigenlijk. Dat het niet eens zozeer meer gaat om symboliek, dat het wel belangrijk is. Bijvoorbeeld straatnamen natuurlijk, want dat is heel belangrijk voor het beeld. Maar ook gaat om rechtvaardigheid. Er is een enorme, bepaalde groepen in de samenleving moeten een enorme inhaalslag maken. En hoe kun je dat, zeg maar, gelijk gaan trekken en dat je op die manier decoloniaal bezig bent, dat het een revolutionaire daad is en niet alleen maar symbolisch. We kunnen erover blijven praten, maar het gaat ook over actie. En ik denk, natuurlijk als individu kun je daar niet altijd heel veel aan doen, maar je kunt wel erover nadenken tot in hoeverre jij eraan hebt bijgedragen of jij bijdraagt aan de onderdrukking van een ander. En wat jouw capaciteiten zijn om daar verandering in te brengen.
Maar jij zegt een revolutie. Hè? Het is natuurlijk. Ja, het is een revolutionaire daad. Ik herinner me Amos Oz, die werd onlangs vlak voor zijn dood beschuldigd van een anti-vrouwbeeld in zijn romans te schetsen. En die was helemaal stupefait. Mm. En het was een gesprek, een mooi boekje is het opgeschreven, een gesprek met zijn redacteur, een vrouw. Een hele feministische Israëlische dame. En die legde hem ook uit, het is een revolutie, het is tijdelijk. Want de mensen moeten wakker geschud worden. Ja. Vind je dat dat nu ook aan de gang is? Absoluut. Want je ziet het natuurlijk met al die post die je krijgt, die lezers van die keurige NRC-abonnees. Jij krijgt er behoorlijk van langs af en toe. Ja. Heb jij dat wel eens ook zo in je columns beschreven van, dames en heren, er is een revolutie aan de gang. U moet wakker geschud worden. De bedoeling van deze winternachten is natuurlijk ook dat u in de zaal zo dadelijk wakker geschud wordt uit een ouderwets soort denken. Ik denk het wel. Of het waar is of niet. Denk je? Ja, ja? Ik denk dat het overal aan de gang is. En daar heb ik het inderdaad heel vaak over. Omdat ik denk dat je niet verder kunt zonder te weten, weet je, wat het verleden was. Of zonder daarmee in het reinen te komen. En dat het er niet om gaat dat iedereen individueel schuld moet bekennen. Maar dat we wel na gaan denken over de wereld, hè, hoe we willen dat de wereld ingericht is. En hoe dat tot nu toe gegaan is. En hoe ongelijkwaardig dat is geweest. En willen we daarmee verder gaan of niet? En als we dat niet willen, wat moeten we daar dan voor doen? En soms moet je daarvoor terugkijken. En dat geldt trouwens ook voor mijn thuisland in Liberia. Daarom heb ik het boek ook geschreven. Omdat er vaak als het over Liberia of Afrikaanse landen gaat, is het veel vanuit een koloniaal perspectief. Een heel eendimensionaal. En ik denk dat het belangrijk is voor mij, maar voor iedereen eigenlijk, om een soort van jezelf te onderzoeken. Je verleden, dat van je familie. Ik heb nu dat van mijn familie en mijn vader gedaan, omdat je dat je context geeft. En als je die context hebt, je hoeft daar voor mij niet over te oordelen. Dat wil ik zelf in ieder geval niet per se doen. Maar dan kun je wel verder. En dan kun je het beter begrijpen. En doordat ik bijvoorbeeld de Liberiaanse geschiedenis, die begonnen is door dat vrijgelaten tot slaafgemaakte Afro-Amerikanen naar West-Afrika gingen, naar Liberia, waar al inheemse bevolkingen waren. Die gingen daar naartoe, want ze wilden terug naar Afrika. En die hebben daar de lokale bevolking onderdrukt. En toen ik daar meer over leerde, besefte ik, oké, dat is eigenlijk ook hoe dat heeft tot de burgeroorlog van 14 jaar geleid. Want dan heb je ook daar weer die ongelijke verhoudingen. En als je dat begrijpt, denk ik, als je beter begrijpt waar je vandaan komt en wat je geschiedenis is, dan kun je ook verder. Dan kun je ook in het reinen komen met jezelf en degene die je als de ander ziet. Maar ook krijgt de ander daarin, de zogenaamde ander, een stem. Dus ik denk dat we allemaal soort van in die soort van revolutionaire of verzetsbeweging. Jij schrijft in je boek ook, herinner ik me, van niemand, ik geloof niet in objectiviteit. Je moet het als historicus, die zo'n verhaal schrijft, proberen heel erg objectief te zijn. Wat altijd bijna onmogelijk is, want je bent natuurlijk gevormd door de wereld waarin je bent opgegroeid. Absoluut, ja. Ik denk dat je daar alleen maar eerlijk over kunt zijn. Welke wereld jou gevormd heeft en wat die is. En dan kan iemand begrijpen waar jij vandaan komt. En dus ook waarom jij reageert zoals je reageert of doet wat je doet. Maar je kunt niet, je bent geen onbeschreven blad. Dat kan gewoon niet. En dat hoeft ook niet, denk ik. We gaan naar Ellen. Ellen heeft nog een heel betoog over het boek. We hebben 10 minuten en daarna mag de zaal zijn. Ik heb een deel, dat is het heerlijk als je in een gesprek bent, hè? Ik heb een deel van betoog alsof het een spitrietmand was, al door ons eigen gesprek heen kunnen vlechten. Dat scheelt tijd en een monoloog, dat is natuurlijk ook altijd prettig. Hè? De dialoog is denk ik een van de grote thema's van dit hele festival. Ja, weet je, Ik heb eigenlijk niet zo heel veel nu toe te voegen, denk ik. Kijk, ik zie Oeroeg als deels als een koloniale metafoor. Van het ik, het witte ik en de ander. Van een vriendschap die eigenlijk geen vriendschap is. Want er is een gezagsverhouding, want er is een totaal sociaal verschil tussen die twee. Wat mij trof, was ook dat Haase heel erg inzoomt over wat een koloniale krabbenmand Indië destijds ook was. Dus Oeroeg die wordt op een gegeven moment gepest door zijn broers en zusters en de rest van de mensen die werken voor de familie van de ik-persoon, omdat hij naar onderwijs geniet, omdat hij mooiere kleren heeft. Hij wordt de prins
genoemd. En verderop in de roman laat Ulrich zich ook ontzettend negatief uit over dorpelingen, het domme, smerige Dessa-volk. En het toont heel erg hoe die verdeel- en heersstrategie daar, die daardoor Nederlands is geïmplementeerd, echt tot in detail, tot in de, ja, het individu is doorgevoerd. En wat ik wel, want het klinkt alsof ik heel negatief over dit boek ben, maar wat ik wel, wat het boek heel invoelend maakt, is hoeveel verdriet het doet en op hoeveel verschillende niveaus, van politiek naar symbolisch, naar maatschappelijk, naar persoonlijk, het pijn doet. Het snijdt, het wonden slaat. En dat vind ik eigenlijk de uiteindelijke meerwaarde van dit boek. Ja, verdrietige mensen. Ja, ja, ja. Arme Helle Hazen. Nou, niet arme. Nee, het, niet kwijt. Het is natuurlijk, het blijft een bijzonder boek. Het blijft een bijzonder zeggen. Boek. Het is zeker voor die tijd, die wereld wordt beschreven. Kijk, ja. Je kunt ook naar F. Springer kijken, die altijd op een wat studenticozere manier naar die wereld kijkt. Het is een tijdsdocument. Het is een tijdsdocument. Het is een liefdesgeschiedenis ook, maar dan vriendschappelijke liefde. En net zoals dat er door de hele wereldliteratuur heen ook heel vaak liefdesgeschiedenissen zijn waarin de vrouw constant door een man werd beschreven en een vrouw eigenlijk geen stem kreeg. Nou, neem bijvoorbeeld zijn Den Haag, Haags leven van Emans. Ze wordt totaal geobjectiveerd. En toch kan je gegrepen worden en toch kan je daardoor ook opwinden over een tijd waarin bepaalde mensen gewoon geen recht van spreken kregen. Ja. Ja. En dat maakt het met soms niet minder meeslepend. Nee, precies. Dat kan hand in hand gaan. Ja. Ik denk dat het gewoon altijd wel goed is om bewust te zijn over en na te denken over vanuit welke positie je schrijft. En dat je niet soort van in een vacuüm bestaat en in een vacuüm leest, maar dat dat wel bepalend is voor jouw blik en jouw werk en kunst. Ja. Goed, u heeft genoeg gehoord van Clarice en Ellen. En nu moet u aan het werk. Ja. Wie mag ik het woord? Mevrouw, daar op rij 2. Dankjewel. Oké. Ik zou graag nog verder samen willen voortborduren op jouw suggestie van de bijsluiter over de context, de historische context. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe we dat kunnen bewerkstelligen. En nou heb ik zelf het geluk dat ik literatuurwetenschapper ben en dus volop in en uit de tekst kan gaan en daarnaast ook historische context kan neerleggen, Pramudja ernaast kan leggen of Alfred Birney. Maar hoe doen we dat als het gaat om het presenteren van fictie, dus in boekvorm? Denk je dan aan concreet een voorwoord of een nawoord? In het boek zelf? Ja, precies. Eigenlijk wel, zou ik denken. Ja, waarom niet? Maar ik denk dat er tientallen mogelijkheden zijn. Ik denk dat als je college geeft of docent bent, dat je dat zelf de bijsluiter kunt zijn, erbij kunt geven, de geschiedenis. Want zoals ik zeg, ik las het en ik wist niet van de politionele acties of was me in ieder geval daar niet zo bewust van. En naarmate ik ouder werd natuurlijk wel, en dan krijg het alweer een andere wending voor je het verhaal. Dus ik denk dat je als ouder of verzorger, wat dan ook, dat jij zelf die context kan geven. En anders inderdaad in het voorwoord of nawoord. Ja. Dus de uitgever heeft daar dan ook een functie? Ik denk dat uitgever sowieso absoluut een verantwoordelijkheid hebben om daarover na te denken. Ja. Oké, dankjewel. Okay, dit is de 56e druk uit 2019, dus het had eigenlijk al lang moeten gebeuren. Ja. Maar denk je, wat vind je zelf eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ook alles. Inderdaad, op verschillende niveaus. Maar het is heel complex, want een bijsluiter bij een klein boekje, als het gaat over de geschiedenis, ja, dat wordt al ingewikkeld. Ja. Waarom wordt het? Ja. Nou ja, dus of het is gewoon een weergave dus een droge weergave, dat zou kunnen. Maar alleen al als het gaat om, wat Ellen net ook al zei, het verschil tussen Indisch en Indonesisch. En veel. Het is klopt. Ja, tuurlijk. Maar, Achter in de zaal, reizigen hier. Moeten worden in ons onderwijs. Want ik
Een van de vele dingen die je kan overkomen is oud worden. Ik heb mij 30 jaar geleden enorm verzet tegen de bijsluiter die geboden werd bij de Afrikaanse bibliotheek. Ik wil Chinua Achebe of Sembe en Ousmane of Maryse Condé of Okot Pebitek hele grote Black African writers lezen zonder die context. Wat was die context dan? Sorry, werd ingeleid wat er allemaal gebeurd was. Het koloniale systeem, de betekenis van het land, waar het land lag. Wikipedia bestond nog niet, dus dat werd allemaal goed uitgelegd. En het gaat dan terug vaak tot de conferentie in Berlijn, waarin Afrika als een taart in stukjes werd gesneden. Vandaag de dag kunnen we dat vinden op het internet. Kunnen we dat zoeken als we dat willen. Maar ik vind dat je een boek... Het blijft toch in de eerste plaats literatuur. Het blijft in de eerste plaats die verbeelding waarin je wordt meegenomen. En dat dat inderdaad een verbeelding kan zijn die gekleurd is door de tijd. Dat het zelfs de verbeelding kan zijn van een fascist. Malaparte, De Huid. Ik vind het een geweldig boek. Ik vond het ook een heel naar boek. Die ruimte moet ik ook hebben als lezer. Om rotboeken te kunnen lezen van rot mensen die me de tijd goed laten verstaan. Maar wordt het minder rot ervan als je de context weet? Maar die wil ik niet in dat. Ik wil die zelf opzoeken. Ik wil niet dat dat boek. Als een, dan zou ik ook een bijsluiter moeten lezen bij Oliver Twist of bij A Tale of Two Cities. Dan moet ik weten, Dickens, hoe de Franse Revolutie in elkaar zit. Dat kan ik lezen in de geschiedenisboeken. Dat kan ik nu lezen op het internet. Helaas wordt dat ons niet meer, althans ons, wordt dat niet meer zo grondig onderwezen op school. Maar ik laat dat boek zijn en zoek die bijsluiter. Bij andere middelen. Maar goed, misschien is dat een heel persoonlijke kreet. Heb je van de boeken van de Afrikaanse schrijvers die je zo even noemde, heb je wel achteraf, heb je dan wel de interesse? Want kijk, sommige dingen zijn natuurlijk wel beladen. Hè? Ik bedoel, sommige begrippen, daar lees je dan misschien overheen. Ik heb het ongetwijfeld gelezen als een witte meneer die zijn hoop gevestigd heeft op Afrika als continent dat ons een les gaat leren en als continent van de toekomst. Dat was althans voor mij de jaren 70 heel sterk zo. Een boek als Things Fall Apart vertelt een verhaal van de trek van platteland naar grote stad. Hoe oude waarden uiteenvallen, hoe mensen naar traditie grijpen en tegelijkertijd de moderniteit omhelzen. Het had zich bij wijze van spreken ook in Amsterdam kunnen afspelen. Dus ik vind dat ik wil het boek niet more African maken dan het is. Het is voor mij wereldliteratuur. Maar denkt u niet dat het verschil ook is dat Chinua Achebe, een Nigeriaan, dat zelf heeft geschreven? Dus iemand die de stem vertolkt van degene waar het over gaat, waar hij zelf toe behoort. Dat is zeker waar. Maar Helle Haase is een koloniaal en dat is het verhaal van een koloniaal. Ja, nee, klopt. Ja. Maar als lezer weet je dat. Tribe. Ja. Nee, maar ik snap wat u zegt. Voor mij zou zo'n bijsluiter niet veel uit. Het zou mij juist meer informatie geven, want meer kennis, waardoor ik het verhaal beter zou begrijpen. En ik bedoel dan niet dat er dan een soort van dat het bewijzen drie keer zo dik moet worden, omdat de bijsluiter zo lang. En nee, dat zou een ramp zijn op middelbare school. Dat wordt gelezen omdat het zo dun is. En dan wordt het een boek op zich. Het probleem natuurlijk voor een uitgever om te bepalen wat hij toelaat in zijn fonds. Een uitgever krijgt natuurlijk allerlei manuscripten aangeboden. Dat was in de tijd van Helle Haase ook al zo toen zij debuteerde. De uitgever moet op een gegeven moment besluiten, dit is een manuscript, dit is een verhaal, fictie of non-fictie. Ik ben zelf voornamelijk non-fictie uitgever, wat ik de moeite waard vind om aan het publiek te brengen. Het idee van een bijsluiter is natuurlijk volkomen ridicuul. Op de eerste plaats omdat de vraag zich voordoet, wie schrijft die bijsluiter? Vanuit welk perspectief wordt dat verhaal dan belicht? Dus er ontstaat als het ware een verhaal op een verhaal wat ook weer een bijsluiter behoeft om die bijsluiter toe te lichten. Dus ik ben het volstrekt met Adriaan van Dissen eens. Laat het werk wat gemaakt is door een auteur het werk zijn. Of dat nou een verhaal is van Céline of een verhaal van Hitler. Laat het een verhaal zijn wat gelezen moet worden en waarvan de mensen de context zelf moeten creëren en ook begrijpen. Maar gaat het niet als uitgever een kleur geven die altijd een bepaald perspectief zal zijn, nooit objectief? Ja, maar daar is toch niets mis mee dat het niet objectief zal zijn? En wat als de auteur het zelf doet? Maar ik vind het interessant... Ik vind dat wel, omdat namelijk... Het is zoiets als bij een schilderij. Ik bedoel, als u een schilderij ziet hangen...
Ja. Dat is toch een kunstwerk. Het is toch maar een daardoor zijn we waar we nu zijn. Doordat er geen bijsluiter en context wordt gegeven. Daardoor worden steeds dezelfde beelden gereduceerd van mensen die gedehumaniseerd worden. Want niet iedereen denkt, oh, ik ga maar even googlen of ik ga naar de bibliotheek om te kijken wat het verhaal hierachter is, wat de context hiervan is. Dus ik denk dat de vraag is, wat is het doel? Is het doel dat we gelijkwaardige stemmen willen creëren? Dat we gelijkwaardige verhalen willen vertellen? Dat we accuraat willen zijn over de geschiedenis? Of is het doel dat we alleen maar entertained willen worden en onszelf willen vermaken met mooie boeken? Het doel lijkt mij te zijn dat je in ieder geval het vrije woord respecteert. Dat je een gepubliceerd werk beschouwt als een werk van een maker, van een auteur. Wat in mijn optiek in ieder geval een vorm van kunst is. En dat daar rondomheen een cultuur kan ontstaan van andere auteurs bijvoorbeeld, die daar ook wat over gaan zeggen en die daar ook wat over gaan schrijven, zodat er een, zeg maar, een context ontstaat van hoor en wederhoor en van commentaren op. Ja, zoals het boek van Helle Haasen door de literatuurwetenschappen en ook door de geschiedenis becommentarieerd is. Maar het is heel duidelijk wat jullie zeggen, Adriaan van Dis, Wouter van Gils, het boek is het kunstwerk. Het boek is het kunstwerk. Laat dat met rust. Maar zorg er wel voor dat er ergens, en eigenlijk gewoon op de lagere school, hè, een uurtje, althans zoals je geschiedenis krijgt, koloniale geschiedenis krijgt. Ja, ik vind zelf dat door context een boek niet minder kunst wordt. Ik vind het wel opmerkelijk dat gedacht wordt dat als je iets uitlegt, dat het daarom minder, minder literair is. Ja, maar dan begrijpt u mijn stelling niet. Mijn stelling is... Waarom is het woord minder vrij als er context bij gegeven wordt? Die context is, zeg maar, niet objectief. Die context wordt ook weer door iemand gemaakt. Iemand creëert die context. Maar waarom is dat dus erg? Dat is dan is een uitgever, dus eigenlijk iemand die zegt, ja, ik heb iets uitgegeven. Dit is een werk, wat ik zeg maar als een kunstwerk beschouw, als een door een auteur gecreëerd werk. Wat ook niet en ik ga daar zelf vervolgens ook nog wat aan toevoegen. Nou, of de auteur zelf voegt er iets aan toe, qua geschiedenis. De auteur voegt er iets qua geschiedenis aan toe. Maar het werk zelf is toch ook niet objectief? Dat is een ander verhaal. Nee, natuurlijk is het werk niet objectief. Nee, natuurlijk is dat zo. Nou, het is meer dat ik niet... Dat ik zelf persoonlijk vind niet dat het tegen het vrije woord ingaat als je context geeft van het verhaal dat je hebt geschreven. Wie geeft die context? Wie schrijft die context? Nou, daar kan over gesproken worden. Maar ik vind het opmerkelijk dat er nu al zoveel weerstand is tegen iets wat we nog niet eens uitgekristalliseerd hebben. En dat natuurlijk zijn er bezwaren tegen hoe dat gedaan zou moeten worden. Of wie dat zou moeten doen. Maar dat bespreek je dan. Het is niet dat we nu hebben besloten, dit is wat er moet gebeuren. En iemand van buitenaf moet dat doen. En dat is zo, basta. Maar het gaat erom, wat willen we? Willen we dingen anders gaan doen dan dat we voorheen hebben gedaan? Of willen we het bij het oude houden? En als we het anders willen doen, hoe moet dat dan? Dat is de vraag en daar kunnen we over praten. Maar om alvast met de hakken in het zand te gaan zeggen, nee, dan is dat tegen het vrije woord zonder dat we überhaupt besloten hebben wat we gaan doen. Dan ben je verandering aan het tegengaan. Er is een enorme literatuur rondom het boek Oeroeg verschenen in de loop der jaren. Door allerlei uitgeverijen is daar ook over gepubliceerd. Dus er is al heel veel context gemaakt. Dus in een oorspronkelijke editie zou ik zeggen, laat dat werk het werk zijn. Punt. Maar daar gaat het niet om. Ja. Anna. Ja. Anna Berfoets. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen toegang heeft tot die secundaire literatuur. Ik bedoel, misschien de meeste mensen in deze zaal wel. Maar een scholier van 13 die een boek leest uit 1950 of nog 48 zelfs. Kan ik me gewoon voorstellen dat hij even... Weet je, een nawoord is niet iets wat niet bestaat. Er zijn heel veel boeken uit andere periodes, vooral boeken die wat ouder zijn, met een nawoord of een voorwoord. Dat is niet een nieuw idee. Zelf vind ik het prettig als ik een essay lees uit 1920, als daar een nawoord staat in de nieuwe uitgever van de biograaf van de auteur of van wat dan ook. En ik denk dat dat meer is waar... Naar wordt gehind, inderdaad een nawoord of een voorwoord, om iets in een culturele en politieke context te plaatsen. En dat is natuurlijk niet, is nooit objectief. En ik als schrijver voel ook inderdaad de weerstand van jullie dan, van dan wordt mijn werk in een context geplaatst. Maar ik kan me wel voorstellen, in 2060, voor de scholieren, als die dan mijn werk nog lezen, dat er dan iets omheen staat en wat voor tijd wij leefden en wat de rol van technologie was. Nou, daar ben ik misschien best dankbaar voor ook. Als auteur. Dus ik denk ook dat we niet uit het oog moeten verliezen dat toegang tot secundaire literatuur niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Of literatuur ook voor je werkt hangt inderdaad ook af van alle kennis die je van tevoren paraat hebt. En alle zodat je ook een beetje de schrijver kan gaan volgen inderdaad. En begrijpen wat hij precies heeft uitgesproken en heeft willen doen. Dus je kunt, ik bedoel, we hebben toch niet...
We hadden het even over de nobele wilde, maar we hebben niet allemaal een soort van natuurstaat waarvanuit we perfect het literaire werk kunnen. Het is toch altijd dat het dat context het vormt. Ja. Adriaan? Laat ik vooropstellen dat wat jullie gezegd hebben zeer waardevol is en dat ik dat zelfs graag in druk zou willen leren lezen. Nu komt het maar. Het ging mij eventjes om het idee dat ik me destijds zo ergerde aan die bevoogding, juist omdat het Afrikaanse literatuur was die een verhaal nodig. Daar ben ik tegen. Maar een simpel historisch nawoord met data, feiten, als dat een scholier helpt. En vooral als je eronder nog twee verwijzingen naar het internet geeft, waar ze veel handiger in zijn dan deze oude zak. Dan zullen zich werelden openen. En vooral natuurlijk inderdaad de visie van onze Vincent Mailleux, hoort hij nou ook alweer? Charlie Robinson. Sorry. Dat is een heel interessant debat dat op de dag van vandaag gevoerd wordt. Dus het gaat mij niet zozeer om het vrije woord, maar wel om bevoogd niet. Daar ben ik als de dood voor. Ja. En onderschat je lezer niet. Nee. Maar voer hem wel. Ik had laatst was een scholier, van een jaar of 17, had Wolfhall gelezen van Hilary Mantel. Kennen jullie dat boek? Het gaat over het leven aan Tudorhof. En dat is 16e eeuw. Nou, je hebt daar een soort dictator, Hendrik de VIII. En die leerling die zei van, ik snap helemaal niet waarom die mensen niet in opstand tegen hem komen. En weet je, waarom ze niet meer proberen te doen tegen iemand die als een soort van brute scepter zwaait over zijn hof. Ik zei, maar in die tijd was je geloofde dat God hem dat recht had gegeven. En die man die had de doodstraf. Dat kon hij aan iedereen lekker uitdelen en zo. En opeens viel dat kwartje. Dus weet je hebt wel degelijk die context nodig. Maar ik denk inderdaad dat we nu in een soort discussie zijn verzand geraakt over wat we moeten weten van tevoren. En of we de vrije keuze hebben of we al niet ons laten inlezen. Ik bedoel, ik sta sommige voorwoorden ook over, hoor. Dan weet ik het al. Er ging een vinger omhoog op rij 1, geloof ik. Mevrouw, hier. Zei dat ook het grote gebrek in Nederland, dat wij vooral momenteel absoluut geen weet hebben wat de geschiedenis van het land is, van de koloniën. En de mensen momenteel, die schrijven dus boeken, maar die proberen zich niet te verplaatsen in de gedachtenwereld, in de tijd, in de hele perspectief van die tijd. Ik denk dat dat het grote het grote dilemma is in Nederland het gebrek aan geschiedenis vanaf de lagere school. Het moet, naar mijn idee, moet het echt, ook op de middelbare school, moet het geen vrije keuze, het moet gegeven worden voor dit land. Want dat ook, wil ik even zeggen, dus dat lezen van de VPRO op zondag, ik kijk er naar uit, dat ook weg is. Het is een dat standaard. Muziek weg is. Langzaam maar zeker worden wij een Jopie-Popie-land. Ja, ik ben een krasse ouder, maar het doet mij verdriet om te zien hoe wij cultureel, literair achteruit gaan. Dat wilde ik even zeggen. Ja, we hebben inderdaad wel culturele anorexia. Anorexia, dat impliceert nog dat er een soort idee achter zit, maar het is inderdaad een leegbening. Maar in het over die geschiedenis, hè, wat je aan mensen onderricht, als ik kijk naar mijn neefjes, die zijn nu 15 en 17, die hebben amper koloniale geschiedenis gekregen. En er heerst in Nederland, heb ik het idee, zeker als het over de koloniën gaat, nog steeds het wordt een beetje weggemoffeld. En zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar die hele Zwarte Piet-discussie, het oproer dat er ontstaat is al reuze interessant. Want het ligt blijkbaar ontzettend gevoelig nog steeds. En ik kan me niet indenken, die hele discussie die dus nu voert, ik kan me niet indenken dat het ook binnenkort de kous daarmee is afgedaan wat het onderwijs betreft. Ik hoop echt dat het terug wordt gevoerd in het onderwijs, maar het is dan ook de vraag welk deel van de Nederlandse geschiedenis onderwezen gaat worden. Wat zeg je? Slavernij, riep iemand. Ik dacht dat je de samenwerking zei, dat is ook een soort slavernij natuurlijk. De slavernij is, voor zover het erin staat, een pagina. Ja. Twee derde van die pagina gaat over de nobele mensen die de slavernij hebben afgestaan. Ja, nee. Staat er wat het betekent voor een continent waar 40% van de kustbevolking, zoals in Mozambique, in een periode van 30 jaar wordt afgevoerd. Wat ik ook verontrustend vind, was in 2016 Jan-Peter Balkenende, die sprak bij de opening van het Maritiem Museum en die zei, VOC,
mentaliteit, dat is iets heel goeds, daar mag het bedrijfsleven nog steeds wel even, daar kunnen we een puntje aan zuigen. En dan denk ik van, Halle, weet je wel, heb je enig idee, en die man is historicus van huis uit. En je hebt een handelsmissie een paar jaar geleden die naar Indonesië was gegaan vanuit een Nederlandse staat, naar Semarang onder andere. En dan zei ze van, ja, we hebben ook hele goede dingen daar teweeg gebracht. En percentueel is er eigenlijk maar een heel klein gedeelte van de, bijvoorbeeld de economie in de Gouden Eeuw op slavernij gebaseerd. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar, stel je voor, percentueel, mijn grootouders waren de enige twee slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hè? Nou, hoera voor de rest van de mensheid. Maar als ik kijk wat voor trauma's dat in mijn familie heeft geslagen, hoeveel ruzies, hoeveel verdriet, hoeveel nachtmerries, zelfs tot nu in de vierde generatie, dan is het al te veel. Ja, en dan wordt het een economisch verhaal. Overigens blijkt het procentueel meer te zijn dan dat, dat we net kunnen propageren. Ja, iets met de Rotterdamse havenformaat, zeg maar. Zoiets was het. Dat er iets. Er is een artikel onlangs verschenen, maar dat moet ik even weer opzoeken. Maar dat in ieder geval procentueel meer blijkt te zijn dan dat sommige criticas er, zeg maar. Anderhalf jaar geleden hadden ze inderdaad, dat ze zeiden dat was 5% toen van het BNP. Ja. Maar daar kwam al meteen weer zo'n storm van kritiek. Dus we weten het niet. Maar 11% is toch al super kut, mensen. Nee, maar ik vind het dan überhaupt dat we verzanden in een soort van. Weet je, economisch, dat gaat over hoeveel winst hebben we kunnen halen uit het leed van anderen. Maar het wordt was er niet zoveel, dus dan valt het allemaal best mee. En dat is niet de discussie die gevoerd moet worden. Nee, maar de discussie, omdat we moeten een discussie voeren, dat komt voort uit het feit dat we juist decennia lang economisch over hebben gesproken. Ja. Dat de baten van die periode worden gebaseerd op basis van getallen. Op basis van, nou, het was toen toch eigenlijk ook wel heel erg. Weet je, het heeft ook goede dingen gebracht. Ja, maar voor wie? Ja, en voor wie is het goede dingen? En ik denk dat, volgens mij zei Mukoma dat ook, van dat er eigenlijk nooit wordt gesproken over wat zijn de negatieve effecten geweest voor degenen die achterbleven. Voor de gemeenschappen daar, voor de families en gezinnen daar. Het ging om geld in het laadje, dat hoort bij Nederland zo. Geld in het laadje. En overigens, geld in het laadje van de hogere middenklasse. Ja. Dus de gewone Nederlander, die haalde er geen profijt uit. Dus dat wordt ook niet echt bij verteld. Maar dus, ik denk dat in dit alles gaat het over perspectief. En op wiens stem doet er toe, en wiens perspectief doet er toe, en wiens pijn doet er toe, en wiens leed doet er wel of niet toe. En soms, om daar een gelijke balans in te krijgen, moet er ruimte gemaakt worden. En die ruimte maken kan pijnlijk zijn. Maar dan is het de vraag waar jouw prioriteit ligt. Bij het gelijk trekken van wat er eens verkeerd is gegaan. Of bij het behouden van jouw ruimte en luxe en privilege. Er moet een heel nieuw leerboek geschiedenis middelbare school worden geschreven. Ja. En juist dat er nu zoveel discussie is over wat we representeren als het verleden. Dat we zijn nog lang niet uitgepraat. We gaan weer naar de zaal. Ja. Er is een meneer daarachter. Zelf, Oeroe. Er is net gesproken over het perspectief en ook gesproken over het feit dat Oeroe geen stem krijgt in dat verhaal. Ja. Dat vind ik toch een beetje een merkwaardige opmerking, want er zijn heel veel mensen in dat verhaal die geen stem krijgen. Zelfs de ik-persoon heeft maar weinig stem, vind ik zelf. Je hoort hem nauwelijks spreken als het daarom gaat. Maar de meeste figuren in het boek die worden beschreven vanuit vanuit de schrijfster zelf. Vanuit een ik-figuur die later terugrijkt op de geschiedenis. Ja, maar het is wel zijn stem die de hele tijd gehoord wordt. Zijn interne, innerlijke, als ik even antwoord mag geven, innerlijke belevingswereld. En Oeroeg is het tweede belangrijkste personage van het boek. En van hem weet je eigenlijk niet wat hij vindt of wat hij voelt of wat hij beleeft. En ik plaats binnen de context van degene wiens stem wel duidelijker gehoord wordt, in de geschiedenis van wiens stem duidelijk gehoord wordt en wiens niet. En in dit boek zie je dat, wordt dat ook weer gereproduceerd, dat de inlander zijn autonomie, het gaat niet zozeer om het letterlijke horen van zijn stem of lezen van zijn stem, maar om de autonomie die hij heeft. En die is er bijna niet. Nou, die denk ik wel. Want eigenlijk is Oeroeg de enige die in het boek een ontwikkeling doormaakt. Hè? Als jonge, passieve inlander die uiteindelijk kiest voor een standpunt dat lijnrecht tegenover het standpunt staat van de ik-persoon zelf. Weet je niet, en daar wordt in dat boek ook nog allerlei begrip voor gekweekt. Het wordt niet afgekeurd of ter discussie gesteld. Dus als lezer heb je alle mogelijkheden om te zien wat het standpunt van Oeroeg zelf is. En om daarover na te denken. Dat heb je in het geval van die
ik-figuur veel minder, vind ik zelf. Dat ben ik niet noodzakelijk met u eens. Want Hazes schrijft namelijk zelf op een gegeven moment wanneer de man met de revolver bij het meer in de laatste scène van het boek tegenover de ik-persoon staat, dan wordt er gezegd dat hij eigenlijk een samenraapsel is van alle fases die Uruk in zijn eigen leven, in zijn zoeken naar eigen identiteit, heeft doorgemaakt. Dus van Indo willen zijn, van Javaans willen zijn, van Europeaan willen zijn. Dus het wordt heel erg, hij krijgt wel degelijk een stem, toch? Ja, maar toch niet minder dan, of toch niet meer dan Uruk zelf. Want de ontwikkeling van Uruk heb je heel goed kunnen volgen. Ja, maar het is een ontwikkeling die uit aannames bestaat. Ja, het is niet via Uruk zijn eigen perspectief. Het gaat over perspectieven. Als je mijn ontwikkeling volgt door de ogen van de ander, dan volg je mij niet, maar dan volg je het beeld dat de ander heeft van mij. Nee, dat klopt ook wel. Maar goed, dan nog geldt dat heel veel figuren in dat boek nauwelijks een stem hebben. Ook die Lydia heeft nauwelijks een stem eigenlijk. Die wordt ook een beetje als een halve zul beschouwd. Die ook op zoek is naar aansluiting bij anderen, net zoals Uruk dat is natuurlijk. En uiteindelijk, iedereen wil zich ergens bij aansluiten. Ja. En uiteindelijk heeft Uruk zijn plaats gevonden. En dat weet je van die ik-figuur nog steeds niet eigenlijk. Nou, maar van Uruk ook niet. Die blijft ook de hele tijd zoekende. Zelfs tot op het laatste moment. Op het laatste moment weet je niet eens of hij het is of niet. En, wat hij wil of niet. Dat laat zo. En weet je, waar we het net ook over hadden. Met betrekking tot Uruk wordt er veel hardere retoriek toegepast. Dan met betrekking tot bijvoorbeeld Lida en Stockman. Wat ik eerder ook al zei. Er wordt gezegd, ik kan niet in haar hart kijken. Maar ik neem aan dat, ik vermoed dat. En bij Uruk wordt gezegd, hij is dit. Hij was dat. Het is veel duidender. Gedecideerder. En er mist een bepaalde gelaagdheid die hoort bij het mens zijn in het personage van Uruk, die je wel terugziet bij andere personages, ook al blijven ze op afstand. Dus het gaat ook om hoe hij is neergezet. En dus niet eens zozeer het feit dat je op afstand blijft, maar ook de autonomie die je zo'n personage toekent. En dat heeft hij gewoon veel minder dan de rest. En daarbij speelt zijn etniciteit en zijn inlanders zijn een rol. Dat kun je niet. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Want die andere personages, die zijn ten eerste niet een hoofdpersoon, niet de belangrijkste figuren. En het zijn witte Nederlandse personages. Dus de context van hun positie is al anders. Dus dat kun je moeilijker met elkaar vergelijken. Ja, en kijk. Uruk zou je ook kunnen zeggen, kijk, dat vind ik zo'n mooie scène aan het einde van het boek. Dan zegt de ik-persoon, die zegt, ik kende hem zoals ik Telaga Hidung, vergeef mijn uitspraak, kende. Dus dat is dat meer waarin de vader van Uruk verdrinkt. Een spiegelende oppervlakte, de diepte peilde ik nooit. En in het hele roman door wordt dat meer, heeft een bijzonder negatieve connotatie. Het wordt bevolkt door waterslangen, vampiers, demonen, boze geesten. Dus de hoofdpersoon vermoedt niet dat achter de oppervlakkige spiegeling van Uruk, achter dat hele weefsel van adems dat hij ten opzichte van hem had, iets goeds rust. Er blijkt iets donkers te rusten, iets opstandigs, iets monsterlijks dat niet automatisch akkoord gaat met wat hij wil en de behoeften die bij hem direct bevredigd moeten worden. Dus het is eigenlijk ontzettend in een hoekje zetten. En het komt ook de mensen. Ja, go. De omgeving van de midden, die zelf de zure rozen van Uruk weergeven, dat die ook maar in een fysieke manier daarmee vergeleken. Juist wel. Hij zegt, want de blik van Uruk, die worden vergeleken, er wordt een directe metafoor mee gemaakt met het meer zelf. Nou ja, wellicht bedoelt hij dan wel dat hij nooit heeft kunnen peilen, maar dat. Die diepte wordt wel ingevuld. Ja. Dus dat heb je wel. Er wordt daar tegelijk wel betekenis aan gegeven. Maar het kan zijn dat u wel zijn stem hoort weer klinken of leest in het boek. Wij, in ieder geval, denk dat ik ook voor Ellen kan bespreken, in ieder geval veel wat? Minder. Wat? Dus agency? Volgende vraag. Neem ik maar nu even. Reparation. Daar, achterin. Maar is het uiteindelijk niet eigenlijk alleen Uruk die een ontwikkeling doormaakt? Hij is degene die zich ontwikkelt van dan de domme inlander, om het maar zo, tot iemand die weet waar hij het voor doet. En ja. Vrijheid van Indonesië. En de blanke, de witte mensen die erin, die snappen dat eigenlijk niet. Dus die maken veel minder een ontwikkeling door. Pas op de laatste bladzij komt die blanke hoofdpersoon erachter en zegt van, ik begrijp hem eigenlijk niet, ik heb dat nooit begrepen. En dan heb je het idee dat dus Uruk de enige is die wel een ontwikkeling doormaakt. Maar hij ontwikkelt zich tot de vijand van de zeer positief geconnoteerde hoofdpersoon.
Dus het is niet zozeer noodzakelijk. Hij is onafhankelijk geworden. Ja, weet je wat, dat kan je als een positieve ontwikkeling zien. Maar dat is ook een positieve ontwikkeling. Maar het is niet zijn eigen ontwikkeling. Ook als een positieve ontwikkeling gezien heeft. Dat hij zich ontwikkelt tot iemand die die vrijheid van Indonesië wil. Nou, dat klopt wel. En dat de mensen dat eigenlijk helemaal niet door hebben gehad. Dat die ontwikkeling gaande is. Omdat ze ze nooit goed... Omdat ze zo erg met... Nee, dat klopt wel. Dat is een van de tragieken van het boek, inderdaad. Ja, dat is het. Maar dat betekent eigenlijk dat Oeroeg dus de enige is die wel een goede ontwikkeling doormaakt. Maar dat klopt ook. Het is ook niet dat het... inderdaad, hij is de enige die ontwikkeling doormaakt. En, maar dat is volgens mij niet het punt dat we proberen te maken. Althans, ik niet. Het punt is dat hij daarbij geen autonomie heeft eigenlijk. Dat hij die ontwikkeling doormaakt en dat zelfs... Sorry? Ja, maar zelfs de manier waarop hij daarin wordt neergezet is eendimensionaal en stereotype. Wat ik eerder ook zei, die ontwikkeling gaat van zo'n vriendschap waarbij je eigenlijk niet weet wie zo'n jongen is en wat hij wil, naar dat hij worstelt met zijn eigen identiteit, naar dat hij dan in radicaal tegen de koloniale macht wil vechten. Maar die ontwikkeling is heel politiek. En vaak als het gaat over etnische minderheden, inlanders... Is hun ontwikkeling of hun persoonlijkheid vaak wordt heel erg geleerd aan hun identiteit, hun etnische identiteit. Maar wie hij als mens is, dat kom je eigenlijk niet te weten. Dat heb je bij de andere personages veel meer. Zijn bestaan is politieker dan het bestaan van alle andere karakters. En dat komt door zijn etnische achtergrond. En dat het ontwikkeling is, dat is waar. Maar dat betekent niet dat hij daarmee gehumaniseerd wordt. Ja, maar dat is het probleem, dat ik persoon het verhaal vertelt van Oeroeg en Oeroeg zelf niet. Het gaat over autonomie. Wacht even tot de microfoon er is. Oh. We kunnen het niet goed horen. Oh, niemand kan het horen, toch even een microfoon. Ja. Ja, dus we halen de microfoon erbij. Vreemd. Herhaalt u het, alsjeblieft, nog even. Dat Ellen zei, want ja. Oeroeg is de tweede hoofdpersoon. Ik vond Oeroeg de hoofdpersoon. En. In absolute termen zou je dat kunnen zeggen. Maar omdat hij niet over zichzelf mag vertellen... en er over hem wordt gesproken... is de indirecte hoofdpersoon die jongen die over hem vertelt. Dus hij bepaalt precies wat je als... lezer als toehoorder wel en niet te zien krijgt over Oeroeg. Natuurlijk is Oeroeg het hoofdonderwerp. Het boek heet Oeroeg. Maar de manier waarop er wordt gemonteerd, de manier wat er wordt getoond, dat ligt in handen van die hoofdpersoon zelf. Van de verteller zelf. Ja. En dat is denk ik het is vrij antropologisch. Van dat in de, ja. Oeroeg meer stem had gegeven. En ook overpeinzing had gegeven. Ik ga nu even advocaat van de duivel spelen. Zou wij haar nu mogelijkerwijs kunnen beschuldigen van culturele appropriatie? Maar daar is want ze later in geeft namelijk oeuvre. Stem aan een Javaan. Het woord inlander krijg ik niet eens uit mijn bek. He, dus weet je, ik ken een hele goede Oeroeg. Die heet Pramudia Anandatur, lees die. Top Oeroeg. Ja. Nee, maar Adé, zij is later in haar oeuvre is daarop teruggekomen. Hè, met de roman Sleuteloog, wat door haar is gepresenteerd... en ook door critici is gezien als een soort van... antwoord op Oeroeg en vooral de commentaren op Oeroeg. En daarin is degene die eigenlijk de nieuwe Oeroeg is... het zijn twee vrouwen die opeens tegenover elkaar staan. Een witte vrouw, Europese vrouw, tegenover een Indo-Europese vrouw. En daar heb je een gelijkwaardige ontwikkeling. Die twee komen ook tot machtsverhoudingen, tot en met elkaar. En ik denk dat zij, als je advocaat van de duivel wil spelen... dat ze toch misschien te jong was. Of weet je wel, dat het hele koloniale debat toen Oeroeg werd gemaakt... nog niet helemaal, weet je wel. En ik denk dat in de loop der jaren ze toch wel die ruimte heeft willen geven. Ja, ja en hierin gaat het niet zozeer om dat het boek dan goed of fout zou zijn. Het blijft een goed indrukwekkend boek. Inderdaad een boek geschreven vanuit het perspectief van een... van een koloniaal perspectief en de beleving van zo'n koloniale of vriendschap met een ongelijke machtsverhouding, dat is wat het is. En dat moet je ook niet willen veranderen, want dat laat juist heel erg zien hoe die
hoe die relaties kunnen werken. Maar we kijken er nu op terug. En met de kennis die we nu hebben. En vragen ons af, had het ook anders gekund? En met het gebrek aan stemmen die we nu ook hebben en toen ook hadden. Welke stem hadden we nog meer willen horen? En dus het is niet voor mij niet zozeer dat je dit boek niet zo zou moeten lezen. Zoals ik ook begon, het blijft een indrukwekkend boek. Maar als we onszelf vragen stellen over koloniale perspectieven en over wie je wel of niet een stem geven, dan is het voor mij hierin heel duidelijk dat Uruk eigenlijk geen autonomie heeft. En dat het doet me eigenlijk heel erg denken aan een soort van antropologische exercities, waarbij je naar inheemse groeperingen gaat in, weet ik veel waar, Afrika, Azië. En dan gaat het wel heel erg over die gemeenschappen, maar nog steeds vanuit de blik van die dominante, vaak witte Europese persoon. En leer je iemand echt kennen als het vanuit de blik van een ander is? Of leer je iemand beter kennen als zij zelf vertellen wie ze zijn? Wie? Niemand? Nou, dat was het, jongens. Ja, ik zie daar nog een vraag. We gaan nog 10 minuten door. Dan mag u naar buiten. Ik ben juf. Eindelijk, een juf. Een juf, ja. Ik vroeg me dus, ik ben dus natuurlijk naar deze lezing gekomen. En ik had eigenlijk heel sterk het idee. Ik zie dit boek heel erg als een beeld in tijdsperspectief. Het is echt uit die tijd. Denken jullie dat dit nu tussen twee kinderen weer zou kunnen gebeuren? Dat kinderen zo ver uit elkaar gedreven kunnen worden door de politiek uiteindelijk? Dat gebeurt toch per definitie? Ja. Ik bedoel, ik weet niet hoe de toestand, hoe geslecht in Liberia momenteel is, maar als je kijkt naar wat er in Israël tussen Palestijnse kinderen en Joodse kinderen bijvoorbeeld plaatsvindt, ja, dan heb je, dat wordt in het boek natuurlijk ook genoemd. Het is ook, kijk, het boek, we behandelen het nu natuurlijk ook als een tijdsdocument, maar het is ook inderdaad een tragische vriendschapsgeschiedenis. Ja. Daar gebeurt zoveel, Adriaan. Daar heb je, nou, als je een vriendschap tussen een katholiek en een protestant. Ik had zelfs, jongens, ik kom uit Borne, dat is een fantastisch dorp in Twente. En mijn basisschool bestond uit twee scholen, de katholieken en de protestanten. Die stonden naast elkaar. Nou, dat was ruzie, jongens, elke dag weer. Het was elke dag een 80-jarige oorlog, werd weer uitgevochten op het schoolplein. Het was, dus het is wat dat betreft ook wel universeel, denk ik. En misschien daarom ook interessant om het met kinderen over te hebben. Nu toch in Nederland wel opgelost is, dat het verschil minder groot is. Hoop ik. Ik ben misschien te optimistisch, maar. Nou, ik kan alleen naar jou kijken, Clarice. Want nou, wat denk je? Nee, maar ik ben wit, ik mag niks zeggen. Nee. Jawel, reparations, nu moet je voor me praten. ik ben bang dat we er nog lang niet zijn. Nee, ik denk het ook niet. Als ik, nee. Niet alleen als het gaat over etnische achtergrond, maar ook als je kijkt naar klassen, weet je, waar je woont, in welke, wat voor buurten je woont. Of je een jongen of een meisje bent, nog steeds. Of je een meisje bent, weet je, wat je geaardheid. Er zijn nog zoveel soort van kloven tussen mensen. En in ieder geval tussen arm en rijk wordt dat alleen maar groter. En daarom is wat we nu bespreken zo belangrijk, die agency, die autonomie. Want als je niet... ik denk dat we leren over de wereld aan elkaar door verhalen. En als die verhalen alleen maar vanuit één bepaald perspectief verteld worden, dan leer je iemand anders niet kennen. En dan leer je eigenlijk alleen het beeld dat je hebt van iemand anders kennen. Dus daarom is het zo belangrijk om soort van meervoudige stemmen te hebben. Ook binnen in dit soort boeken en novelles. Is er nog iemand in de zaal? Dan stel ik de laatste vraag. Iedereen is weg. Dan stel ik de laatste vraag. Waarom doet het toch altijd zoveel pijn? Ik heb mijn geschiedenislerares op middelbare school, was mevrouw Goedhart, beroemd verzetstrijder, vrouw van de oprichter van het Parool. En die waarschuwde ons kinderen altijd voor sentimentaliteit. Die zei, nostalgie en sentimentaliteit, en vooral nostalgie, is het gevaarlijkste wat er is. Het lijkt van of die hele discussie over Nederlands-Indië ten onder gaat. Je hebt nu het pamflet van Kester Freeriks, dat gaat over die nostalgie. Waarom kost het ons zoveel moeite om hier zo overal een mevrouw Goedhart willen hebben die waarschuwt voor die nostalgie? Waarom kunnen we daar niet overheen komen als het zo'n kwestie gaat? Omdat je de nostalgie ook leert houden van bepaalde machtsstructuren die misschien niet het houden van waard zijn, die misschien gevaarlijk kunnen zijn. Die ervoor kunnen zorgen dat de ongelijkheid stand houdt. De ongelijkheid tussen groeperingen, tussen mannen en vrouwen, tussen bepaalde sociale klassen.
En nostalgie is altijd een filter. En door dat filter zie je andere dingen ook weer helemaal niet. En ik denk dat je altijd moet proberen om die blik open te houden. Ook op je eigen goede intenties naar de wereld. Maar met Indië denkt de witte man en vrouw die het heeft meegemaakt aan die paradijselijke tijd van voor de oorlog. Plantages. Ja. Nee, maar in dat, je ziet in de discussie dat in dat tempo doodoo wat we heel lange tijd hebben gehad. Met de prachtige fotoboeken van Rob Niehuis. Dat maar waarom kan dat niet beide zijn? Juist, dat zou het moeten zijn. De wereld is niet van zwart-wit. En het is niet. Het is juist ook onze beleving als mens. Het is heel tegenstrijdig en gefragmenteerd. En het kan een paradijs voor je zijn geweest. Nederlands-Indië kan een paradijs geweest zijn voor je. Maar je kunt je er ook bewust van zijn dat het voor heel velen dat niet is geweest. En die dingen kunnen naast elkaar kunnen, die bestaan naast elkaar. Dus alleen het erkennen ervan. En je ziet dat mensen dan niet die moderniteit durven accepteren. Ik denk omdat ze dan denken dat ze een andere waarheid over zichzelf moeten accepteren. Namelijk dat zij daar onderdeel zijn geweest van het probleem. En dat is pijnlijk en ongemakkelijk. En we houden er als mensen niet van om ongemakkelijk te zijn. We doen zoveel, we houden onszelf zoveel mogelijk voor om niet het ongemak te voelen van. Ja, van die machtsverhoudingen, van die machtsstructuren, van het mens zijn. En ik denk dat we juist verbeteren als mens als we meer durven het ongemak te omarmen. Weet je dat dit eigenlijk heel mooie laatste woorden zijn? Prachtig. Ja. Dank je wel. Ik dank jullie allebei voor jullie bijdrage. Ik dank u voor het deelnemen aan het gesprek. Dank u wel.